Mensen die digital arts en entertainment komen studeren zijn mensen die gepassioneerd zijn over de digitale tijdperk en de moderne media. En ik denk dat dat iets is waar ze zeker bij ons heel goed terecht kunnen. Bij het programming in het eerste jaar leer je een 2D arcade game, Kings for op de Game Boy, namaken. En in het tweede jaar leer je hoe dat je 3D in je game steekt, dus dat je zelf eigenlijk een game kunt maken. We zijn veel eisend, we zijn heel toegewijd en heel enthousiast over onze opleiding. En iedereen op internationaal vlak kent ons wel. DAE, dat is uniek. Buiten dat je dan naar het buitenland zou moeten gaan, kun je nergens anders in België voor game development studeren. Ze hebben hier ook een heel hoog niveau van programming. Ze gaan hier echt tot het uiterste. Universiteiten komen zelfs niet aan het niveau van programming dat ze hier hebben.